Martin Meiland en zijn familie zeggen Chateau Marie Elks au revoir en keren terug naar Nederland. Dat maakten de Meilandjes vanavond bekend in video op het Instagram-account van SBS6. We hebben zulk leuk nieuws. We gaan namelijk verhuizen. Niet hier in Frankrijk, maar we gaan terug naar Nederland, aldus een uitgelaten kasteelheer Martin Meiland. Dochter Maxime vult aan dat het gezin het seizoen wel gewoon afmaakt, dus gasten met een reservering hoeven niet bang te zijn voor een gesloten chateaudeur te staan. Het kasteel is nog niet verkocht, dus we gaan lekker door. We zijn nog volop aan het verbouwen. En je kunt alles volgen op SBS6, vanaf 23 maart om 20:30, aldus moeder Erika. Chateau Meiland was de afgelopen maanden een enorme hit. Het tweede seizoen trok wekelijks meer dan 1 miljoen kijkers. Ook de kersteditie trok 1 miljoen publiek. Eerder dit jaar won het populaire programma de Gouden Televisiering. De Meilandjes komen met de aankondiging op het moment dat ze precies 1 jaar in Frankrijk verblijven. Eerder gaven ze in een interview met de ondernemer aan al te zinspelen op een terugkeer naar Nederland. Chateau Marie-Louis bestaat over 2 jaar nog wel, maar niet met ons onder dat dak, aldus Martin Meiland. We willen wat anders, maar wat precies, dat weten we nog niet. Weet je wat het is? Het natuurlijk heel leuk zo'n chambre d'hôte, maar je kan zelf nooit NS in je duster naar beneden. Meiland gaf toen al aan het anders te willen aanpakken. Het was een heel druk jaar voor hem en zijn gezin. Dat trok zijn wissel. Zoals het afgelopen jaar ging, is niet vol te houden. 7 dagen per week werken, maand na maand, dat is leuk voor de omzet, maar je moet ook aan je gezondheid denken. I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for. She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.